jongens. Dat zijn allemaal mooie stadions. Maar er blijven wedstrijden met een groene grasmat en witte lijnen waar we op moeten spelen. Dus het is niet dat we daar nog echt van onder indruk raken. Ik denk dat hetzelfde grasmat is als bij ons trouwens in Brugge. Dus dat kan alleen maar goed zijn. How many thousand kwast? Oh, I don't know. 81,000, bro. This is Real Madrid, hè? We will see tomorrow. Better to don't speak. Let's focus. With God, everything is possible, my friend. De laatste keer dat ik hier gespeeld heb, was 2014. En toen konden we heel lang de nul houden. Het is uiteindelijk maar 1-0 geworden. Laten we hopen dat we de fans uiteindelijk stil kunnen houden. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Santiago Bernabéu, this is a dream, man. A lot of people didn't even think they would come here, bro, to play. I would score and then I would tattoo on my skin, bro. See how excited my friend is. You can't imagine. What do you think? You want to know? Yes. Don't worry, I won't tell you. Tomorrow I'll tell you what I think.